Goedendag, de eerste week van mei zit erop. Het was een wat wisselend weerbeeld. We hebben 20 graden gehaald regionaal. We hebben ook flink wat zon gezien, maar er zijn toch ook nog wel een aantal buien overgetrokken. Nou, grote vraag is, gaat dat in de rest van mei geleidelijk aan veranderen? Kunnen we wat meer van het buitenleven gaan genieten? De avonden worden immers ook langer. Of moeten we toch vaak 's avonds snel naar binnen omdat de temperaturen tegenvallen? We gaan kijken in de nieuwe 30-daagse trendverwachting van het Europees model of we daar wat lichtpuntjes zien. En voordat we echt de kaarten induiken, wil ik eerst nog even naar de gemiddelden voor mei kijken. De maximumtemperatuur voor Midden-Nederland is begin mei zo rond de 16 graden. Aan het einde van mei rond de 19 graden. Voor het zuiden van het land mag je daar met gemak wel zo'n 2 graden bij optellen. In het noorden van het land is het 1 of 2 graden lager. En wat neerslag betreft, nou, mei levert over het algemeen zo'n 50 tot 65 mm neerslag op. En dat is dan verdeeld tussen noordwest en zuidoost. Het noordwesten van het land is over het algemeen wat droger. En ga je dieper landinwaarts, dan valt daar wat meer neerslag. Nou, helemaal droog wordt het voorlopig ook nog niet, want we zien toch nog steeds wel wat wisselvalligheid in de weerkaarten. Dit is het Amerikaans model en we nemen even de weerkaarten door voor de komende week. Beginnende bij zaterdag. We zien dat er af en toe buienstoringen overtrekken en dat de deur naar een westcirculatie toch vaak wel open staat. Met andere woorden, er komen nog wel wat storingen voorbij. Het zal niet een verregende week gaan worden, zeker niet, want af en toe zien we ook uitlopers van het hoge drukgebied. En dat zorgt dan voor een rustige dag met aangename temperaturen en ook zonnige perioden. Een wisselvallige week, zo moeten we dat omschrijven. In het Europees model zien we ook die luchtdrukafwijking heel duidelijk. Het Azoren hoog met een uitloper richting Frankrijk. En die uitloper die blijft vrij zuidelijk. En daardoor kan die westcirculatie toch echt wel wat storingen naar ons land brengen. En dat betekent ook een wat wisselvallige weerbeeld. Qua temperatuur zullen we dan over het algemeen rond normaal zitten. Die westcirculatie die brengt vrij normale temperaturen. Heet is het nog steeds in Spanje en Portugal. Dat gaat onverminderd door. Droogte is daar ook een groot probleem. Ja, met die westcirculatie natuurlijk ook neerslag. Voor komende week wordt zelfs een afwijking van 10 tot 30 mm verwacht. Nou is dat niet heel bijzonder, want als je een paar stevige onweersbuien bijvoorbeeld overkrijgt, dan kan er in korte tijd veel neerslag vallen en zijn dit soort hoeveelheden natuurlijk vrij snel bereikt. Dan de week erna, de week van 15 tot en met 22 mei. Dan zien we nog steeds wel dat hoge drukgebied in de buurt van de Azoren. Het is wat minder prominent aanwezig en ook duidelijker wat meer lage druk in het noorden van Europa. En dan kan zo'n stroming toch wat meer noordwestelijk gaan worden. En dat zou betekenen dat die week van 15 tot en met 22 mei wat kouder gaat verlopen. Zien we ook wel terug in die verwachting. Een wat lage temperatuur halverwege de maand mei. En daarbij is het ook nog enigszins wisselvallig weer. Want de nattigheid die zien we ook weer terug op de weerkaarten. Het is wat natter dan gebruikelijk in deze week volgens het Europees model. Maar dan gaat het toch wel wat veranderen. Want in de week van 22 tot en met 29 mei is dat hoge drukgebied niet echt meer aanwezig bij de Azoren. Dat heeft zich wat meer teruggetrokken op de oceaan. En we zien ook heel voorzichtig dat er wat meer hoge drukinvloeden in het noorden gaan komen volgens dit weermodel. En dat zou betekenen dat de stroming geleidelijk aan gaat veranderen. Dat we misschien wel meer naar een zuid- tot zuidoostelijke stroming gaan. Of misschien wel een oostelijke stroming. Aanvoer van wat meer continentale lucht. En dat betekent over het algemeen hogere temperaturen. En dat zien we dan ook terug. Nederland is enigszins rood gekleurd. Het kan wel eens een wat warmer eind van mei gaan worden. En dat niet alleen, ook een droger eind van mei is er in het verschiet. Want de neerslagkaarten laten weinig afwijkingen zien. Dan hebben we hier ook nog onze staafjes. En die staafjes die laten zien wat voor mogelijkheden er zijn in het stromingspatroon. Een blauwe kleur betekent over het algemeen een westcirculatie. Een rode kleur betekent over het algemeen veel meer hoge drukinvloed. Soms zelfs echt een blocking high. En wat valt op? De kans daarop, dat wordt toch wel steeds groter. Vorige week zat dat nog niet duidelijk in de verwachting. Maar nu zien we dat echt wel wat duidelijker gaan worden. Halverwege mei begint dat op te bouwen. En het einde van mei is rood toch duidelijk dominant. Met andere woorden, dan lijkt hoge drukinvloed echt een rol te gaan spelen. En dat zou betekenen dat we wat meer zomers weer kunnen gaan krijgen. Ik sluit dat zeker niet uit op basis van deze kaarten en grafieken.
Hoe gaan we dat samenvatten? Nou, we beginnen nog wel met een wisselend en vaak wat koeler weerbeeld de eerste twee weken van deze termijn. Met over het algemeen toch ook wel wat lagere temperaturen. Zeker op die wisselvallige dagen is dat goed te merken. En met die noordweststroming kan dat ook dan heel goed. Maar eind mei wordt het warmer dan normaal. En dan denk ik ook dat we nog wat meer zomerse temperaturen gaan krijgen. Fijne dag.